Hoi jongens en meisjes, vandaag ben ik weer op pad voor een nieuwe aflevering van Spring in het Orkest. Het programma waarin we kennis maken met het orkest uit het noorden, het Noord-Nederlands Orkest. We ontmoeten vandaag een muzikus die een instrument bespeelt wat we in de afgelopen afleveringen nog niet gezien hebben. Ik ben razend benieuwd wie het is. Is het een man? Is het een vrouw? En welk instrument zal die bespelen? Fluit? Fagot? Een hobo? Trompet of piano? Of misschien wel zo'n grote tuba? Let's go! Hoor je die melodie van 1, 2, 3? Zoveel power, voel die energie. Wat hoor je deze week? Kom mee met Freek, van klarinet tot pauk, van oost naar west. Spring in het orkest. Hey! Kom mee! Spring in het orkest. Hey! Wow! Spring in het orkest. Hey, ik hoor al wat. Aha, een man dus. Hoi. Hey. Sorry, ik hoorde je niet. Ik was aan het studeren. Geeft niks. Hey, en jij bent naast trombonist? Want dat kan ik wel zien. Ik ben Quirijn, ik ben 39. Ik hou van bergbeklimmen, lekker eten en tennissen. Ik hou niet van managers, spaardouches en files. Ik ben bang voor vallende kokosnoten. Ik ben al jaren verliefd op de allerleukste vrouw. En ik speel trombone bij het Noord-Nederlands Orkest. Quirijn, jij speelt trombone, maar wat is een trombone nou precies? Nou, dit is dus een trombone. Het is gemaakt van koper. Je blaast hierin, in het mondstuk, dat kun je eraf halen. Gaat de lucht zo door de schuif hier naartoe en dan komt dat hier, komt er dan geluid uit de beker. En verder is het een blaasinstrument. Ja. Als je dus inademt en je blaast, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Nee, ik hoor niks. Wat we zijn vergeten, je moet ook iets doen met je lippen. Die doe je een beetje op elkaar en dan maak je dit geluid. Probeer maar eens. Zo? Nou, dat is niet gek, je hebt talent. Kunnen jullie het meedoen? Komt-ie. Als je dat dus doet in het mondstuk, dat kun je eraf halen, dan hoor je dus. Je doet eigenlijk hetzelfde. En als je dat dan doet in de trombone. En dan heb je geluid. Ja, maar ja, dat is natuurlijk maar één noot. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld ook dit. En als ik dat dan in de trombone doe, dan gebeurt er dit. Er zitten natuurlijk nu wel allemaal gaten tussen die tonen in. En daarom heb je dan een schuif. Want dan kun je dus eigenlijk de toon lager maken. Als je de schuif uit doet, dan wordt die lager. Kijk maar. En als je nou die lippenspanning combineert met de schuif, dan kun je liedjes spelen. Hey Quirijn, daarnet was je aan het studeren. Maar dat hoeft toch niet, want je kunt het al. Ja, dat klopt. Maar ja, het is een beetje hetzelfde als met een voetballer. Je ziet alleen de wedstrijd. In een concertzaal, je bent een mooi concert aan het spelen. Ja, thuis zijn al die muzikanten die je ziet op het podium, die zijn iedere dag aan het studeren. Je spieren moeten in vorm blijven. Je moet alle trucjes en technieken, die moet je blijven onderhouden de hele tijd. Net zoals een sporter. En je moet ook je partij natuurlijk nog voorbereiden. Want wij spelen iedere week een ander programma. Topsport dus. Ja, een beetje wel. En wat is nou jouw favoriete muziekstuk om te spelen met het orkest? Wat ik wel sowieso een heel mooi stuk vind, dat is The Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten. Dat is een componist uit Engeland. Als de trombones worden voorgesteld, dan is er eigenlijk een heel leuk stukje
wat mij misschien wel doet denken aan de een kroning van de nieuwe koning. Dat de koning met een cape aankomt en dan, nou ja, iedereen is daar. Heel groot feest, ja, in een kasteel misschien wel. Ja, zal ik er een stukje uit laten horen? Graag. Ja, heel mooi, maar sorry, ik hoor hier niet de kroning van de koning in. Kijk, ik ben ook niet de enige in de trombonegroep. Er is ook nog een tweede trombone en een bastrombone en een tuba. En later gaat de rest van het orkest ook nog meedoen. Dus alles samen, kijk, dan heb je die kroning. En Christoffer, leuk dat jullie er zijn. Ja. Hey, zijn jullie wel eens bij een orkest geweest? Nee. Weten jullie wel hoe een orkest eruit ziet? Ja. Allemaal mannen in rijen met trompetten en bijvoorbeeld drummen of gitaar, fluiten of piano. Hey, maar weten jullie dan ook wat er voor ons op tafel ligt? Een trompet, denk ik. Het lijkt ook een beetje op een trombone. Hoe speel je dan zo'n ding? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Die van jou ook niet? Nee. Zullen wij eens iemand erbij halen die hier alles vanaf weet? Ja. Ja. Hoi. 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 Ik ben Quirijn en ik speel trombone in het Noord-Nederlands Orkest. Misschien is het goed om eventjes uit te leggen hoe het werkt, want ik denk dat jullie het wel kunnen leren. Pak hem maar op. Precies. Zo. Wat je moet doen met je lippen is dit. En als je dat dan in het trombone doet, dan gebeurt er dit. Hey, meteen goed. Hij doet het wel. Ja. Zij zeiden net, het is een trompet of een trombone. Wat maakt het nou echt een trombone? Een trombone, ja, dat is dus dit met een schuif erop. En een trompet heeft geen schuif en een trombone wel. En zo kun je hem heel makkelijk herkennen. Kun je nog een gek geluidje uit je trombone krijgen? Stel je voor, je gaat naar een boerderij toe en wie kom je daar tegen? Een koe. Zullen we allemaal nog even een koe naproberen te doen? Oh, wat knap. Het liefste zou ik jullie natuurlijk het hele orkest laten horen, maar dat paste helaas niet hier. Dus zullen we eventjes een glaasje limonade gaan drinken? Ja, ja. We deden de deur open en ineens... In het begin schrok ik een beetje, want ik dacht, oh, er is vast bijna geen geluid. Heel goed en ik vond het leuk om te horen. Ik vond het ook heel knap. Ja, ik vond het gewoon heel goed. Goed, jongens en meisjes. We zijn alles te weten gekomen over de trombone. Hoe je erin moet blazen, hoe de lucht er helemaal doorheen gaat. En waar we ook op kunnen blazen, zijn flesjes. En daarmee gaan we samen met Quirijn een liedje spelen. Wat heb je daarvoor nodig? 3 flesjes en water. Als je flesjes vult met water, kun je tonen uit een flesje halen. Dat klinkt zo. Hoe meer water in de fles, hoe hoger de toon. Hoe minder water in de fles, hoe lager de toon. Je hebt de volgende 3 tonen nodig. Voordat we gaan spelen, tel ik eerst tot 4. En dan beginnen we. 1,
twee, drie, vier. Dat was het alweer voor vandaag. We hebben kennis gemaakt met Quirijn en zijn trombone. Quirijn vertelde ons dat iedereen in het orkest zijn eigen partij heeft. En dat als je deze los hoort, het misschien niet zo klinkt als je zou verwachten. Maar als dan iedereen gaat samenspelen, dan klinkt het opeens bekend. Wat hebben ze elkaar nodig, hè? Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Spring in het orkest.